Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube-kanaal. Ik heb barstende hoofdpijn, dus dat is de eerste keer vandaag dat ik de camera neem. Ik heb trouwens droog shampoo in mijn haar, daarom zie ik grijs. En het is al 6 uur, 6:30 of zo. Hey! Sam is ook net hier. Het is 6:30. 6:30. En we hebben eten. Laten we zien wat we hebben. Ziet er kei goed uit. Number one. We hebben gevulde paprika met rijst en oosterse kip. Oh. En boontjes, hè, zoals je kan zien. Edamame. Yep. En second hebben we volkoren pasta met tomatensaus. Aubergine. Aubergine en gehakt. Rund gehakt. Ja. Wij bestellen die maaltijden bij... Dylan, bij onze personal trainer. En dan kunnen we die altijd op woensdag gaan afhalen. Dat is handig, want we eten heel veel. En we wegen altijd alles af. Dus dan doen zij dat eigenlijk voor ons. En dan hoeven wij dat niet te doen. We doen niet alle maaltijden, hè. Nee, maar want zo eten we koken ook nog wel heel veel. Ja, we eten zo minstens 2 maaltijden per dag. Allee, zo een volwaardige maaltijd eten we minstens 2 per dag. Dus als we die eerst niet moeten zelf maken, als ja, we geen tijd hebben. Ja, dat is wel handig. Zoals nu is dat wel eens fijn om dat te eten en dan niet te koken. Mm-hmm. Dus dat is wel tof. Dat is oké, we gaan eten, hè. Ja, we gaan eten, hè. En dan hopelijk naar de gym. Ik hoop dat mijn hoofd zelfs beter is. Ja. Ik heb een pilletje genomen die Sam voor mij is gaan halen. Ja. En ik ben trouwens obsessed met serie 30ers op 1. Noem dat 1? TV 1. 1. Stop eens met prullen. 30ers? Ja, dan noem 30ers. En Kim van ons doet daaraan mee. Ik ken Kim een beetje. Die is een paar keren gezien. Dus ik had dat gecheckt. En nu heb ik al 3 afleveringen gekeken. Obsessed, hè? Ja, dat is wel goed. En ik kan niet wachten om verder te kijken, maar ja. We gaan iets anders nu kijken, denk ik. Melky komt altijd bij ons zitten als we eten hebben. En schooierke. Ja, hè? Beetje schooien, zegt. En we zijn Friends aan het kijken. From the gym. Maar ik heb zo hard gezweet weer. We doen iets meer cardio als eerst. En I'm dying. Oh. Echt zwaar. Maar it's paying off, hè. Het komt. Geduld, hard werken. Vele vragen van hoe blijf je zo gemotiveerd? Ik heb best wel wat doorzettingsvermogen en karakter. Dat heb ik wel van mijn papa en mijn mama, denk ik. Want ze zijn allebei geen opgevers. Dus ik kan wel hard gaan als ik wil en ik geef niet graag op. En het is ook altijd leuk als je met iemand dat doet. Dus ik ga samen met Sam naar de gym en zo en ons eten. En alles, we letten er goed op, dus dat is ook fijn. Want dan ben je zo niet alleen. Dat is extra motivatie, want als ik eens geen zin heb en Sam zegt, oh jawel, kom, we gaan, dan gaan we. En ik ben heel graag op de gym, vooral ook voor mijn kopje. Ik ben iemand die heel veel nadenkt. En met mijn angsten en zo is dat tof om in de gym... Even zo alles eruit te laten en er niet aan te denken. Plus, wat ook heel goed helpt, is een goede coach. We trainen met Dylan en die motiveert ons echt heel goed. En die stuurt ons ook bijna dagelijks van hoe is het gegaan en hoe gaat het met het eten. En ja, die houdt ons wel, we houden hem zo wel up-to-date. Dus dat is wel heel fijn. Want dat geeft ook extra motivatie. En als je nog niet genoeg motivatie hebt of zo, kijk dan op Instagram naar lichamen die je wilt hebben.
Dat doe ik heel vaak. Ik kan echt uren kijken naar sommige pagina's en dan aan mijn eigen denk, oh, zag ik er maar zo uit? En dan denk ik aan mijn eigen, dan moet ik er verwerken. Dus dat doe ik ook wel echt heel vaak. Ik kijk echt vaak. Dus dat is wel mijn tips voor motivatie en fitness. Nu gaan we nog iets eten. Het is ondertussen 9:45. Iets eten, half uur in mijn zetel en dan dus ik hoop om 10:30 slapen. Want we zijn elke dag al zo laat gaan slapen, waardoor dat ik 's ochtends pas om 9:30 of zo wakker word. Allee, ik zet mijn wekker vroeger, maar ik snoes gewoon de hele tijd omdat ik er niet uit geraak. Dus that's the plan. We hebben trouwens deze... Allee, draaien ze. Dyson Humi... Hoe zeg je dat zelfs? Zeg je het? Ik weet het niet. Humidifier. Voilà. Ja. Oké. Okay. Die hebben we. Ik weet niet wat ik wou zeggen, sorry. Die hebben we. Deze. Omdat we heel droge lucht hebben hier in huis. Allee, op een slaapkamer. En we slapen graag met het raam open. Dus we dachten, dit kilt de bacteriën. 99.9% ja. Bacteria-free. En dan worden we gezonder. En dat is betere luchtkwaliteit, dus dan word je minder zo snotterig en ziek en al die dingen. Dus ja, we hebben hem nog niet open gedaan. We hebben hem al even. Maar we gaan hem vandaag openen. Oh ja. Oh ja, de hulk. Ik ben echt... Oh nee, dit... oh, deze gaat niet. Ik ben echt sterk geworden, ja. Je hebt gewoon scherpe nagels, je snijdt er door. Oh nee, ik bedoel niks met mijn nagels. Zeg, het was all muscle, hè. Zo ziet het eruit. In stukken toch, ja. In stukken. Dus we gaan nu in elkaar zetten. Hier moet je nog iets afhalen, denk ik. Remove before use. Oké. Dan moet het zijn. Maar ik denk dat hier water aan moet. Ja. Nee? Ja, wordt dat. Ja, ik weet niet, hebben we geen bijsluiter of zo? Lees jij dat? Nee, ik niet. Jij leest dat. Ik lees nooit de bijsluiters. Of, allee, wat is dat zo? De handleiding. Ik doe dat echt nooit. Ik gok gewoon altijd. Voilà, het is klaar. Het was super simpel om in elkaar te zetten. Het enige wat ik moest doen was dat hierin klikken. Nee, dat eerst vullen met water, dat erin klikken en dat erop klikken. En that's it. Nu staat hij aan. Je moest die eerst 3 minuten zo initialiseren. Dat hij zo, ja, hoe zeg je dat, zo zich instellen, dat hij de juiste vochtigheid meet en zo. Okay. En nu kun je, kijk, hier is ook zo'n een afstandsbedieningske. Hey, okay, ja, dat is wel. En dan plakt hier magneten zo. Oh! Oh ja. Oh, en nu ja, kun je zo... kiezen, dat ja. Of minder. Wacht, hè. Oh, dat blaast. Sharp stellen. Hey, dat blaast. Ja, dat blaast, ja. Oh, ik kan er doorsteken. Mijn eigen steekt er door. Oh ja, zot. Dat hoeft niet weg. Zo zuigt hij erop. Zo is dat kapot. Ik zie het al voor me. Dit is de afstandsbediening. Je kunt dat aanzetten. Je kunt de hardheid van blazen instellen. Je kunt de humidity, dus ik moet zeggen dat de vochtigheid instellen. Zo je percentage van vochtigheid kunt je hier instellen. Je kunt zeggen dat dat gewoon blazen niet vochtig moet zijn. Dat is in de wind. En hier is in de zomer, ja. Blauw laten blazen, want dat voelt wel fris. Ja, nu voelt dat fris gewoon, hè. Ja. Oh. En dan is er ook nog een... 70%! Een oh, kijk! Daar komt oh, ja. Uit. Zo cool oh ja, dat. Ziet je dat? Oh ja, je ziet dat. Nu is die gedaan met initializing en nu begint hij zo te bevochten. En nu zegt 70%, wat wil ja, maar nu kan ik zeggen hoeveel of zoiets. Ah, kijk, nu okay. Kan ik zo de 1, percentage 2, 3. Van... hoe vuil of zoiets instellen. Ah nee, dat is hier. Dat is hoe hard hij blaast. Nu gaat moet hij harder blazen normaal. Oeh ja, ik voel het. Voelt het? Ja. Dat is de stand, zo kan hij harder blazen. Oh, oh ja. Stand 10. Oh ja, dat is kei stil. En hier kan ik zetten. Ah ja, ziet hier, kunt je vochtigheid meer regelen. Ah ja. Je vochtigheid wilt. Alright, cool hè? Alrighty. Ik ben benieuwd. Oh ja, je ziet die stoom echt zo.
Hupsa, shakes klaar. Good job, baby. Humidity. Ja, dank. Ik was mijn Basic Fit kaartje kwijt. En nu keek ik net in de berging. En... oh my god. Oh nee. Hopelijk is dat nog oké. Oh, oké. Oh ja, oké. Alleen, mijn naam is er een beetje vanaf, maar het is nog oké. Voilà, ze hebben ons ook eens gewassen, hè. Oké, we gaan de vlog afsluiten. Ik ben klaargemaakt om te gaan slapen. Ik ben nog aan het editen. En we zijn Friends aan het kijken. Again. En Schmelly is ook hier. Schmelly. Ja. Die heeft er echt de hele dag op gewacht om zo best aan te liggen. Als ik in de zetel lig, dan echt 2 minuten later ligt hij op mij. Hè? Altijd, hè. He loves it. Ja. He loves you. Ja, vriend. Ja. He loves Sam. Ja. Not me. Jawel, ik ook. Nee. Ook. Do you love me? Raak me dan nu aan. Love me? Nee, ziet je. Oké, okay, hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen. Bye.